Goedemiddag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Krebs. Je ziet wordt die kaart verwerkt. En hier verblijven wij de hele dag zo'n beetje. En achter je staat een hele mooie kast. Komt uit de maat van zijn 1733. Ja. Deze hart is dicht toevallig. Ja. Nu is het open hart. Nou, en we kijken in de koelkast. Dit drinken we zelf eigenlijk nooit. Dit is de koekenpan. Zo gaat het. Geweldig, het is een van de kamers waar we niet verblijven. Dit zijn de reservedeuren. Ja, als ooit de deur kapot gaat. Dit gat was vroeger 50 meter diep. Ja. Daar bewaarden ze Duitse soldaten die ze gevangen hadden genomen hier in Frankrijk. Hier ben ik ook nog nooit geweest. Nee, hier ligt nog een dode vogel. Oh ja, dit is het Duitse. De uilen zitten aan de andere kant. Een heel spannend onderdeel van het huis is de kelder. Ergens een knopje. Yo, af! We zitten hier blijkbaar. Spinnen. Spinnen. Als je in deze tunnel kijkt, dan zie je dat het recentelijk dichtgemetseld is. Wat hier achter zit, dat weet niemand. We hebben een bad, een douche, met warm water voor 3 personen. We zijn met z'n 6. Dus reken maar uit. Dit is het bed waar Jonas en ik elke dag... Dat laten we maar niet zien. Je hebt zojuist de live room gezien, waar alles gebeurt. En nu gaan we even naar de studio, waar Chris onze producer is bezig met Johan. Dat raam die daar, hoor. Het middelste raam. Zie je dat? Het middelste raam. Dat is waar de live room is. Zat hij te drummen. Vervolgens zaten wij daar, waar Mellen nu staat. Zaten wij naar buiten te kijken. Het eerste volgende wat er gebeurd is... Oei. Zo hard drumt hij. Dak eraf. Dak mag erop. Zo. Hè? Zoals dat dak op dat dak. Gewoon zoals een dak erop ligt. Ja, man. Ja. En dat ging op een gegeven moment. Al een waai. Zo, dat is hoe het ligt. We zijn nu bij het wagenpark. Model is dat ook weer? Het is een 2001 Renault Megane Standard Edition. Ja, je hoort het. Nou, is genoeg geweest. We moeten weg zijn. Kijk, eruit, we gaan. Kijk, dat is moeilijk. Mooi. Hup, doei. Daar gaan we dingen doen. Belangrijke dingen opnemen. Het is allemaal klaar. We schoppen nu al hebben, hè?